Hé, jongens en meisjes, jullie zijn er al. Wat is dat mooi dat jullie er zijn. We zijn vandaag op weg naar het beloofde land. En Hans moeten we missen, want die is er al. Maar ik vind het wel warm hier in die woestijn, hoor. Dat gaat niet goed zo. Dat doen we zomaar. We hebben het erover gehad dat die Israëlieten op weg waren naar dat beloofde land. Je weet nog wel, die waren slaven in Egypte. Ze zijn gevlucht, door de zee getrokken en nu lopen ze al bijna 40 jaar door de woestijn. En daarachter, zie je dat groene? Daar is het beloofde land. Daar wordt het weer allemaal goed. Want dat is wat God beloofd had. Hij beloofde ze een goed land, waar alles goed is, waar ze genoeg te eten hadden, genoeg te drinken en wat heel belangrijk is, waar er ook vrede was. Waar ze goed met elkaar konden samenleven. Het pijltje wijst die kant op. En als je goed kijkt onderaan het pijltje, in die schaduw, dan zie je daar een kruis. Het wijst ook al een beetje naar Jezus toe. Want die komt echte vrijheid brengen. Echte vrede. En daar gaan jullie meer over horen straks. Maar eerst gaan we nu naar het lied luisteren. Tot de volgende keer. Yeah.